ik moet zeggen, juist door het strafproces, dat ontiegelijk lang geduurd heeft, weten we nu precies van uur tot uur wat zich op 8 december in het Fort Zeelandia heeft voltrokken. De 15 vermoorde mannen zijn één voor één voor Bouterse geleid, die hun ter dood heeft veroordeeld. In groepen van 5 zijn de slachtoffers rond 10 uur, daarna rond 1 uur en tenslotte rond 8 uur 's avonds op Bastion Vere gruwelijk gemarteld en geëxecuteerd. Er is onomstotelijk bewijs dat Bouterse van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds in het fort aanwezig is geweest en daar de leiding had. In een strafproces is zeer zorgvuldig naar de waarheid gezocht en die is ook helder en scherp gevonden. Bouterse heeft volgens de krijgsraad met voorbedachte raden de 15 mannen die opkwamen voor herstel van de democratie vermoord uit puur politiek lijstbehoud. En dan vraag je je af, naar welke waarheid zoekt de heer Jones nog meer? We krijgen nu het laatste woord van de heer Bouterse en de overige verdachten. En ik verwacht helaas niet dat Bouterse ook maar iets van de waarheid zal prijsgeven. Integendeel, hij zal de grote leugen herhalen dat de 15 vermoorde voorvechters voor democratie met een coup bezig waren. Overigens heeft hij daarvoor bij de krijgsraad letterlijk nul bewijs kunnen leveren, behalve de vreemde verklaring van de heer Van Haperen, die meende dat hij geld ontvangen had om wapens te kopen, maar in zijn verhoor heeft moeten toegeven dat hij nooit op geen enkel moment ook maar enig contact heeft gehad met een van die 15 personen die dan die coup zouden plegen waarvoor hij wapens zou hebben gekocht. Dus wat dat betreft, er is nul bewijs geleverd dat de 15 vermoorde mannen met een coup bezig waren. Ik verwacht dat Bouterse in zijn laatste woord zal proberen, zeg maar, de martelaar uit te hangen die, zoals hij het zegt, om politieke reden wordt vervolgd omdat hij Suriname uit handen zou willen houden van imperialistische landen als Nederland en de Verenigde Staten. We kennen die versleten LP inmiddels. Ik zou zeggen, Bimela, als Bouterse zo dapper is als Kanhai beweert en als Jones de volledige waarheid wil weten, dan zou Bouterse, indien hij enige vaderlandsliefde heeft, eindelijk moeten stoppen met het verkondigen van zijn leugens over de 8 december moorden. In dat geval zou zijn laatste woord voor Suriname misschien nog enige waarde kunnen hebben.